Well, here we are. Here we are. Where are we? Now, we're finally in Jasper, which is about a four or five hour drive from Jasper, from Banff. Keep messing those two's up. Yep. En we hebben vandaag een heleboel gezien. Namelijk? Namelijk, in ieder geval 6 beren. Drie. Wil je dat grote? Nog een keer herhalen? Hoeveel beren hebben we gezien, Treinie? 6 beren. Ja, dat was heel nog één keer? 6 beren. Ze liepen maar er weg op en wij weer stoppen, foto's maken. Oh. Nou, ja. We zijn er nu wel een beetje zat van. Ja, ze aten uit onze hand en zo. Ja, zout op. Maar... Nee, maar we hebben dus... maar hebben we 6 of 7 beren gezien? 6, want die 7e was... Eentje op weg naar... Ja, en de rest vandaag. En de rest vandaag, ja. Tering. I know. En, want het allerleukste, tenminste dat vond ik het allerleukste... Die hebben we eigenlijk ook maar heel kort gezien. Maar dat was de laatste beer zagen we net voordat we... Jasper inreden. Dankjewel. Mirjam. Mini Sparks. En die had 3 kleine beertjes, mini beertjes bij zich. En ze waren maar 3 of 4 maanden uit. Ze waren echt heel klein. Ze waren echt heel erg schattig. En er waren alleen heel erg veel mensen aan het kijken. Dus ze gingen weer heel snel de bossen in. Maar dat is wel heel leuk. En die andere beren zagen we onderweg dus. En we hadden een geweldig grote bus. Gewoon voor onszelf. We wilden niet al te krap zitten. Dus met hoeveel mensen zaten we in die bus? Met 4. En er konden ongeveer 60 in. Dus dat was wel relaxed. We konden onze spullen een beetje kwijt. Anders is het zo. Ja, zit je zo krap. Precies. Dus dat was heel relaxed. En we hadden Al, onze private chauffeur. Die allerlei dingen vertelde. En die stopte bij veel mooie dingen. We hebben nog een waterval gezien. En de ice fields. Waren ook echt mooi, maar het was echt freaking koud. Echt. Ik denk, misschien was het niet. Het was niet onder het vriespunt, maar het was wel. 5 graden of zo. Het was echt heel erg koud en het waaide daar ook. Dus daar zijn we ook maar heel kort geweest. Maar we hebben een paar hele mooie foto's gemaakt. Ja, en die icefields zijn trouwens. Die glaciers, die zijn. Wat zei die? 400 meter diep. Ja. Of zeg maar, hoe zeg je dat? De dikte is 400 meter op de dikste punten? Ja, dus dat is heel erg diep. En er was nog een ander stel dus bij ons in de bus. En dat waren 2 Amerikanen die christenen waren. Dat was wel leuk, dat vertelden ze ook meteen. Of tenminste vrij snel. Zodra we het over de recessie hadden en over alles wat misging in de wereld. Ja, precies. Ze waren niet heel blij met Obama, geloof ik. Maar, nee. But they had a message of hope. A message of hope, inderdaad. vanochtend zijn we wezen wandelen langs de rivier. Wat volgens het Information Center een hele saaie route was. Maar dat vonden wij niet, want het heeft ontzettend veel geregend in Banff. En, in de dagen dat wij er waren. In de dagen dat wij er waren. En daardoor was er... op een gegeven moment liepen we een stuk verder langs een kalme rivier. En toen werd het echt zo'n bulderende, woeste rivier. En dat was heel leuk. Daar hebben we ook een paar mooie foto's weten te maken. Oh, laten we niet vergeten dat jij ook nog eventjes erin bent gesprongen om te kijken hoe koud het water was. Uiteraard. Ik laat zo'n gelegenheid niet even voorbij gaan natuurlijk. Precies. Hoe koud was het water eigenlijk? Het was behoorlijk koud. Zag niet dat ik heb dat natuurlijk niet gedaan, want nee. Zo ben ik niet. Nee, maar ik ben degene die dit soort dingen gewoon heeft. Ja, jij bent de adventurous one. Absoluut. Ja, ik zie een rivier, ik ga erin. Ik zie een hikingpad en ik ga erin. Je rent erop, ja. Absoluut. En weer zegt, kom op. Shock. Kunnen we een beetje rustiger aandoen? Trein, moet het nou zo hard? Moeten we nou weer fietsen, getverderrie alweer hiken. Nou, maar ja, goed, dat ben ik. En dat gaan we hier natuurlijk ook doen. En dan, ik hoop dat ik meer een beetje mee kan slepen. Ja, ik ben benieuwd hoe je dat... Ik ben benieuwd hoe je dat voor elkaar gaat krijgen. Maar ja, ik denk niet dat het lukt. Maar goed, hier zitten we dus in een heel schattig guesthouse. En we hebben hier de hele tuin voor onszelf. En het ruikt hier heel lekker, want er is daar verderop... And we have wine. Oh, we have wine. We have French wine. Because we won't drink any other wine. Ik bedenk nu net dat dit niet gaat werken, want dat keert hij niet om. Dus ik kan beter zo doen. Kijk, French wine. Waar we $17 voor hebben betaald. En wij denken dat het een fles is waar we in Nederland niet meer dan €3 voor zouden hebben betaald. Maar goed, dat maakt niet uit. We zijn toeristen, dus we mogen best eens afgezet worden. En het ruikt hier dus heel lekker, want ze hebben hier hele... Ja, een soort struiken met bloemen die lekker ruiken. En we hebben een... Het ruikt hier heel lekker. Ja, goed. En we hebben een bad. Oh ja. Oeh. Ja. Dus
al met al, we zijn blij dat we in Jasper zijn. We vinden Jasper leuker dan Banff, hebben we al besloten. Ja. Niet alleen om het weer, maar wel om het mee. Dus ja. Ja. Happy couple. Ja, oh, very happy couple. Ja. Ja. Dat valt niet te zeggen. Nee? Ik denk dat dit wel een beetje is. Nog een message voor de... A message of hope. A message of hope. Om eerlijk te zijn, valt wel een beetje tegen, allemaal. Ja. Ja. Wow, we hebben maar 7 beren gezien. 7 beren, 2 wapiti. Elks. Wapiti, ja, elks wapiti. 2 deers. Een coyote. Ja. Boy. Dus, ja.